Terwijl Senna tot rust probeert te komen voordat de volgende les begint, pakken de donderwolken boven het hoofd van Erik zich verder samen. Hij kan zich maar moeilijk over de sfeer van de ochtend heen zetten. Dit is zo'n moment dat je er zelf voor moet waken, dat je nog de volwassene blijft in het verhaal. Deze voelt gewoon zo slecht, deze start van de dag. Het is Ashaan en Lucia die met de nek loopt, Ashaan de docenten. Ik heb op dit moment gewoon reuze zin om mezelf mee te kappen. Ook door je thuissituatie en als je dan toch hier wil zijn voor die gasten en een aantal flikt het zo terug in je gezicht. Als je aan mij nu vraagt wil je hier blijven, is het antwoord gewoon echt nee. Maar dan torpedeer ik ook de les van degene die hierna komt. En dat is ook nog eens de les en waar ik heilig in geloof, gezond voedsel op scholen. De smaak naar overjarige Franse kaas. De andere docenten die de jongeren krijgen zijn danser en choreograaf Juvat Westendorp, die met de groep de choreografie voor de slotdag wil afmaken. Actrice Melody Klaver, die de jongeren rollenspellen wil laten spelen met schuld en vergeving. En tuinder Rob Baan, die de leerlingen wil bijbrengen hoe ze hun leven kunnen veranderen met voeding. Maar we gaan niks vreten. Het is kunst. Rob Baan is speciaal door Erik uitgenodigd om een boodschap die hij en Lucia al langer uitdragen kracht bij te zetten. Want Erik ergert zich niet alleen enorm aan de houding van de jongeren in Dream School. Hij loopt zich al veel langer op te winden over hun ongezonde leefstijl. Liter jus orange en zakken chips 's ochtends voor 9 uur. Noedels met alleen maar zout om 9:30 's ochtends hier. Ze mogen ook wel eens weten waarom gewoon één energiedrankje eigenlijk al funest is voor je lichaam. Alles wat je eet heeft te maken met de natuur. Dat zie ik niet alleen op Dream School, dat zie ik op meerdere scholen. Ik zie ook gewoon cola-automaten op scholen staan. We zijn onvoldoende ons bewust van wat er in ons voedsel zit tegenwoordig. Vroeger was suiker verschrikkelijk duur. Net zo duur als 500 eieren of 20 kilo kaas. Tegenwoordig kost suiker helemaal niks meer. De hoeveelheid suiker die we nu eten, is levensgevaarlijk voor je lichaam. Wij waren planteneters met een beetje dier. En nu zijn wij suikereters met heel veel vlees. En opeens worden we ziek. Nederland is een van de gezondste landen van de wereld. Nog steeds. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar dingen als diabetes 2... dat is een jaar of acht terug was dat 700.000 mensen die dat hadden. Nu is het 1,2 miljoen. En dat is wel een gevaarlijke ziekte. Daar word je dus veel minder oud van. En dat wil ik eigenlijk iedereen helpen van... denk naar wat voedsel is en denk naar wat voedsel met je lichaam doet. Wie is er een keer in een boerderij geweest? En een kassenbedrijf? Telt een wietplantage ook mee? Wietplantage doet mee, is ook natuur. Oh, dan ben ik wel in een kas geweest. Gefeliciteerd. Rob Baan heeft zelf veel kassen waar hij kiemen en kressen verbouwt. Zoals natuurlijk de bekende tuinkers. Maar hij heeft veel meer smaken weten te vangen in de kleine plantjes. Die bomvol voedingswaarde en vitamine zitten. Yo, wat is dit? Proef koud. Dat heb je sowieso fout. Ja, dat proef echt heel raar. Iets te doen, hè, of niet? Gadijs. Ik hoop dat ik ze te pakken krijg. Dat wordt mijn uitdaging. En daar heb ik wat trucjes voor. Dus we gaan kijken of het lukt. Houdt er iemand van kaas? Ja. Ja? Ja? Oude kaas. Oude kaas? Nou, neem eens een plakje kaas. Oh, dit meurt wel. Godverdamme, jongens. Dit is een overrijpe camembert. Zo smaakt. Oh, Jezus Christus. Oh, ik ruik het hier helemaal. Wie wil dit hebben? Mag je bij u houden, Erik? Douw je die eerste plantjes in je mond en dan denk je, ik smaak het. En uiteindelijk proef je toch op je tong toch een specifieke smaak, heel apart. En wat ik wil uitleggen is dat wij met al onze moderniteiten en... Dit ding nam echt kotsing. Jongens, even centraal. Echt? Een tas vol laden doorverkopen, broer. Wij zijn gemaakt om planten te eten. En ik weet zeker dat jullie niet halen wat je hoort te eten. Je hoort eigenlijk 500 gram groente per dag te eten. En planten per dag. En een beetje vlees. Ik zeg, ik eet 500 gram chips op een dag. Ja. Kaaschips. Die planten... Kaas is geen plant. Vatten allemaal stoffen die voor je lichaam belangrijk zijn. Kaaschips. Ik heb voor jullie broccoli. Doe maar een Red Bulletje. Er wordt gewoon ontzettend slecht gegeten. Dat zie je aan de gezichten, dat zie je aan de reacties. Ze zijn er niet open voor. Jawel, er zat persiksnoep in vandaag in mijn tas. Persiksnoep zit ook persiksextract in. Dus ik ben wel gezond bezig. Als ik kijk hoe deze kinderen omgaan met voeding, dan word ik heel erg bezorgd. En wat ik in Den Haag zie, Rotterdam, ja jongens, dat is niet best. Dit is echt een potentieel drama voor de gezondheidszorg. Van deze moet je een grote pluk pakken. Een grote pluk? Ja. Prikt op mijn tong. Ja, maar dit wordt pittig. Heel pittig. Mosterd. Heel mosterd. Zo wordt nou mosterd gemaakt. Eindelijk weet ik het antwoord. Nee. Zij spuugt alles uit, ik ga stuk. Ik vond het wel interessant, maar vond het niet lekker.
laat ik het zo zeggen. Nou worden ze moeilijker, hè? Citroen. Heel goed. Knoflook. Jij bent goed in smaken. Nee, ik proef het niet, ik ruik het. Emma kon heel goed ruiken. Ze snapt smaken, ze snapt het product. Ui. Ze snapt gezondheid. En toch dan niet doen. Je weet er veel vanaf, dan moet je mee gaan doen. Ja, ik vind het interessant hoor, ik hou hiervan. Oké. Ik hoop dat ik Emma toch geraakt heb. Dat zij daar iets mee gaat doen. Dat heb ik wel bereikt, ja. Nou, dat gele bolletje. Dat gele bolletje niet opeten. Niet zo'n ding in je hoofd steken. Ik ga het ook doen. Hij eet het helemaal, dus dan kunnen wij dat ook. Je krijgt een tinteling. Een tinteling? Hey, joh, enorm, man. Je begint te kwijnen als een dolle bergbaviaan. Ja, wat? Oké, neem Ja? Neem. En het smaakt naar... Batterij. Hou doen. Daarom eet ik het dus niet. Dit zit onder andere in sommige tandpasta's. Oh, dat is echt goor, man. Hier zit zo één kwel van. Het lijkt alsof je stoon bent, hè? In het begin dacht ik, nou, wat hebben we hier nou aan? Maar ik vond toch wel dat die man best zijn dingen kunnen uitleggen. Dat wij eigenlijk gewoon planteters zijn. Dat wist ik helemaal niet. Hoe we gezonder kunnen leven is ook zeker belangrijk. Suiker geeft je een rush. Even snel. Is verbrand, ben je kwijt. En planten houden het veel langer vol. Geef je energie. Nou ja, maar kijk naar je lichaam. Als wij voor pillen gemaakt waren, hier een klein gaatje om die pillen te steken. Maar stelt u voor, wordt ernstig ziek of zo, dan gaat u geen pillen nemen. Ons hele systeem is gemaakt om langzaam planten te verteren. In een systeem dat 170.000 jaar bestaat. Dat gaan we niet snel veranderen. Stelt u zich voor, met kanker. Iedereen heeft kankercellen in zijn lichaam, alleen ze zijn niet bij iedereen actief. Maar als jij je groente goed eet, is de kans dat je kankercellen vermoordt, met onder andere broccoli, vele malen groter. Dat klopt. Jongens, even centraal. We hebben het over pillen slikken enzovoort. Ik ben geen dokter, hè? Nee. En ik ga niet zeggen, eet geen pillen. Nee. Maar alsjeblieft, denk erover na. Ik bedoel, je mag van mij alles eten wat je wil, maar denk goed jongens over je lichaam. Denk goed over je lichaam na wat je ermee doet qua voeding. Ondanks dat een groot deel van de leerlingen de les best leuk en leerzaam vond, is bij Erik de maat vol. Het lukte hem niet goed om voorbij het rumoer te luisteren. En bij het begin van de volgende les neemt hij het woord. Jongelui, voordat we gaan starten met de les wil ik graag even iets kwijt. Ik kan hier morgen niet zijn, omdat ik natuurlijk de uitvaart van mijn vader heb. Mijn vraag is, wie van jullie wil hier morgen wel zijn? Oké, ik zie een hoop vingers. Ik merkte vandaag, zeker vanochtend, dat ik erg worstelde met mezelf, met wil ik hier zijn of niet. Lucia heeft al meerdere dagen een ernstige bacterie. Die heeft een infectie aan de nek. Die heeft alle reden om hier niet te zijn, qua pijn. En die slikt medicatie om hier wel te zijn. En ik vind van mezelf dat ik ook een zeer legitieme reden heb om er niet te zijn. Maar ik ben toch hier. Omdat je met elkaar een commitment aangaat. En na de les van Philip vanochtend betrapte ik mezelf erop van ik ben er klaar mee. Ik ga wat dingen op jullie afvuren, dus wees daarop voorbereid. Ik constateer vandaag gewoon dat de mensen te laat komen. Ik vond dat we die les van Philip vanochtend bewust gesaboteerd hebben vanaf de start. Dat we daar nodeloos gekke dingen hebben gedaan. En als ik vandaag dus de afweging moet maken, ben ik nu thuis om mijn moeder te steunen? Of zit ik nu hier om dit soort fratsen mee te maken? Dan kies ik er natuurlijk voor, ik ga mijn moeder steunen. Jelle, ik heb geen idee wat jij hier doet. Ik zie niet dat je instapt. Ik heb me in eerste instantie echt aan het merendeel van de groep geërgerd. Hè? En heel de dag zat je ook Jelle in mijn hoofd van jij bent helemaal niet bezig met die doorbraak. Je bent hier alleen maar de clown aan het uithangen. Je bent op tv de pretty boy aan het uithangen. En die frustratie kon ik redelijk onderdrukken. Maar toen ik eenmaal voor die groep stond, dacht ik ook van oké, nu kan ik krijgen. We zijn iets met elkaar aangegaan. We zouden instappen. En we zijn bezig met televisie maken. Jij bent bezig met je volgers. Hoe kom ik over op televisie? Je bent niet serieus. Je bent niet serieus. Het is alleen maar keten en gekkigheid. Erik doelt met zijn opmerking over volgers op bijvoorbeeld het showen van Insta-accounts midden in een les. Je gaat volgers pakken door die, hè? Hmm? Ik denk, je gaat volgers pakken door die, hè? Echt teleurgesteld. Oké. Ik hoop de anderen wel zien dat ik mijn best hier doe. En dat ik mijn eigen van de andere kant laat zien dan dat ik normaal op het mbo doe. Ik hoop het voor je. En je moet een zware procedure door om hier aan mee te doen. En die zijn wij toch allemaal doorgekomen. Ja. En als ik hier voor de volgers ben, hadden ze mij niet toegelaten, denk ik. Ja. Ik hoop dat je het zelf gelooft. Ik kan heel veel hebben in het leven, maar deze trek ik gewoon even niet. Dus normaal, als directeur kan je jullie wegsturen. Maar om de situatie nog enigszins te beheersen, ga ik nu mezelf wegsturen. Succes.
Erik heeft het gewoon zwaar. Er gebeurt een hele hoop. Het is echt ongelooflijk waar hij doorheen gaat en de beslissingen die hij moet maken en de kist die hij even tussendoor moet bestellen en zijn moeder die alleen achterblijft, zijn broer met zijn verdriet. En het is ook voor Erik moeilijk om dat niet op de lessen te projecteren. En hij neemt geen eigendom van de lading van wat hij zegt. En daarmee legt hij het een beetje bij de jongeren neer. En dat is wel een beetje tricky. Dat kan een effect hebben daar. Ondanks dat Lucia dus vindt dat Erik wel veel bij de jongeren en vooral ook bij Jelle heeft neergelegd, hoopt ze toch ook dat het hem en zijn klasgenoten wakker schudt. Het is een mooi moment om gewoon even te reflecteren op je eigen gedrag, op je inzet. Als Erik en ik meer committed zijn naar jullie doorbraak dan jullie zelf, dan klopt het niet meer. En dit is dan zo'n moment om even te kijken. Nou, ik geef de les over. Yuvat heeft de moeilijke taak om de draad weer op te pakken. Hij wil eerst wat ruimte geven aan wat er nu boven komt bij de leerlingen. Zeg maar, lult die Erik dat? Waar slaat dat op? Er zijn honderden aanmeldingen. Jij komt hier alleen voor Insta-followers. Snap ik. Ik heb zo'n probleem, hoor. En ik was zwaar geïrriteerd dat hij alles op mij africhtte. Want ik werd vorige week aangesproken dat ik vandaag een gesprek met hem zou gaan hebben. Ik denk dat het daar ook over ging. Gaat hij het gewoon in de les lopen zeggen? Het is heel triest wat er natuurlijk is gebeurd bij Erik, met zijn vader. Maar hij gaat nu de schuld op ons leggen. En hij gaat dat gebruiken als de reden dat hij thuis blijft. Ik ben klaar. Echt, deze mensen zijn zo niet onder. Het is ook niet dat hij thuis blijft, maar dan moet hij niet alles op ons schuiven. Ja, maar dat doet hij ook. Fucking mongolen hier, echt helemaal. En kijk, weet je, dat hij jou zo alleen loopt te bashen, ben ik het ook absoluut niet mee eens. Dat hij of meerdere moeten noemen, of jou apart moeten nemen, of zijn mond moeten houden. Maar hij probeert aan te tonen dat wat er ook aan de hand is, hij staat hier voor ons. En je kan van iedere negatieve situatie iets moois maken. Het mooie is, vrijdag kwam Erik naar mij toe, die zegt, maandag heb ik een gesprek met jou. Erik is naar huis en hij weet niet eens dat hij nog terug gaat komen. Dus dat soort dingen komt hij niet eens Maar kijk, daar ben ik het ook niet mee eens wat hij bij jou doet. Maar hij reageert echt niet alles op ons af. Maar jij bent toch niet de enigste? Nee, maar hij let niet goed genoeg op mij. Ik dans zelfs. Het was totaal niet terecht dat hij dat heeft gezegd. Maar ik vind dan ook dat ik niet de les kan verlaten. Want Yuvat komt hier ook naartoe voor mij. Voor de hele klas. En ik vind Yuvat echt een gouden vent. Dus ik zou het heel triest vinden als ik dan die les zou verlaten. Ik denk dat de boodschap van Erik er wel een hele mooie kern in zit. Laten we gewoon met een schone lui beginnen. Wat er vanmorgen ook is gebeurd, of wat er net ook is gebeurd. We hebben nu weer een kans om opnieuw te beginnen. En dan zijn er vragen. Het is geen vraag, of een opmerking. Dat ik het eruit wil gooien. Ja. Sorry dat ik het zeg en ik ga ook geen namen noemen. Maar ik heb het gevoel dat niet iedereen hier echt kan doen aan zelfreflectie. Ze staan er gewoon niet open voor. Maar kom anders wordt nog meer gezeik, man. Ja, maar je zit niet voor jezelf. Je moet niet op anderen gaan letten, toch? Dat is vorige week duidelijk niet op, gezegd. Ik let er niet op, dat is ga je dat nu nog doen, dus wat heeft dat voor zich? Je gaat kritiek geven op anderen. Ja, eigen reflecteren. Maar zonder... Kijk. I said my thing, that's it. Het bewijst gewoon dat je je aangesproken voelt. Dat is verder niet mijn probleem. Ik heb het de wereld ingegooid. Ik hoop dat je er wat mee gaat doen. Maar als je aangesproken voelt, moet je er vooral wat mee gaan doen. Ik vond de manier hoe Amina het zei wel een beetje hard. Je kan het wel zeggen, maar die mensen die dan zogenaamd geen zelfreflectie kunnen toelaten, die gaan er toch niks aan hebben wat je nu zegt. Het had niet zoveel zin om dat te zeggen, denk ik. Kunnen jullie wat voor mij doen? Mm-hmm. Of jullie 2 minuten voor jezelf even door de choreo heen kunnen lopen. Als ik terugkom, jullie zijn allemaal aan het smoken hier, hè? Ja, dan ren ik even heen en weer, want ik wil ze er gewoon heel graag bij hebben. Het zou echt zonde zijn. Terwijl Yuvat op zoek gaat naar Areskaya en Damien, spoort Selena Jelle aan om zich eroverheen te zetten en met haar te oefenen. Echt chagrijnig, ik zweer het. Erik moet niet zo tegen mij praten. Maar het komt goed. Ja, maar er staat nergens op. Die arm, zo. Terug. Intussen heeft Yuvat Areskaya gevonden en die is enorm pissig. Ik ben uitgepraat, hoor. Ik hoef snap niet ik, daar. Snap ik. Je hoeft niet te praten. Daartussen te zitten, tussen die mensen. Snap ik. We zijn uitgepraat. Daar word ik echt geïrriteerd van. Want er zitten hier wel mensen die wel bezig zijn met hun hele proces. Weet ik. En dan zijn er, weet je, geen respect naar die man toe. Die man is, zijn vader is net overleden. En wat hij misschien nu zegt, meent hij misschien niet eens. Maar die Jelle dan echt, ja, vieze snotneus. Nee, ik kan echt, wow. Als jij geen respect voor die man hebt, dan ben ik gewoon klaar met jou. Want je hebt het serieus zelf verkloot. Dat hebben wij niet voor jou gedaan. Jij bent degene die elke keer in elke les aan het kloten bent. Dat zijn je eigen keuzes geweest. Ja, en dit is de consequentie daarvan. Dat jij met een gouden lepel in je bek bent geboren, oké, lekker pik, gefeliciteerd. Maar je verpest gewoon dingen voor mensen die wel serieus dedicated zijn en wel willen veranderen en wel een betere leven willen. Laten we dan gewoon voor nu zeggen, dit is jouw proces, dat is zijn proces.
Ja, ik mag ook niet meer bemoeien met andere mannen processen. Ja, maar ik snap wel waar je frustratie vandaan komt. Kijk, respect ligt bij mij heel hoog. Heeft tante veel eten. Is er een snoepje in? Is er een snoepje in? Yuvat's aangekondigde 2 minuten duren iets langer en 1 voor 1 stoppen de leerlingen met zelfstandig oefenen. De discussies over Eriks vertrek laaien weer op. Er zijn er genoeg die zich gewoon inzetten hier, hoor. Ja, maar waarschijnlijk ook genoeg niet, want anders zou hij het niet zeggen. Schrijf mijn zus mee. Dat is ook een zo. Wat hij over mij zegt. Er zijn een paar lessen geweest waar ik misschien een beetje niet serieus deed of zo. Maar de rest doe ik gewoon mijn best. Je moet het niet zien als een aanval. Die indruk krijgt hij van jou. Hij denkt dat jij hier komt voor Instagram volgers. Hij zegt niet jij komt hier voor Instagram volgers. Ja, maar hoezo? Hoezo denkt maar hij dat? Denkt, ja, dat gevoel krijgt hij toch? Maar dat is misschien hoe jij jezelf laat zien. En dat is geen aanval van mij op jou, maar zo ziet hij het misschien wel. En ik zou ook niet weten wat je eraan moet veranderen. Ja, volwassener worden, maar dat probeer ik hier ook te doen. Maar dat was toch een van je doelen? Of niet? Ja. Lucia zit intussen al een tijdje in gesprek met Damien, die om dezelfde reden als Ariskaya uit de les is gelopen. Op het moment dat er iets gebeurt, hebben we de neiging om elkaar de schuld te geven. Terwijl er is geen schuld. Ja. Dus ik moet accepteren hoe die doet tegen Erik? Nee, maar het gevoel wat het in jou naar boven brengt, het is goed om daarna te kijken. Eerlijk zijn naar je eigen gevoel en je ruimte innemen op een constructieve manier is misschien wel je uitdaging daarin. In plaats van boos worden en weglopen. Dus daar daag ik je uit. Ik word juist niet boos en ik loop juist weg om dat te voorkomen. Mijn focus ligt op respect voor elkaar. En als dat er niet is, Lucia, dan weet je... Ja, ik blijf bij mijn standpunt. Want 14 mensen zijn we, maar het zijn allemaal groepjes van 2, 3, 4, 5, weet je wel, zulke dingen. En dat is gewoon een probleem. Die Emma begint de eerste, tweede dagen, begint ze te vechten. Ja, nee, dat helpt lekker. Toen ging het eigenlijk al helemaal fout, vanaf meteen gewoon. Daar ging iedereen... Op dat moment was iedereen gelijk van, oh, wie kan ik wel vertrouwen, wie niet, wie wel, wie niet. En dat is nog steeds gaande. En dat vind ik gewoon heel jammer. Want we geven elkaar geen ruimte. De een scheldt de ander verrot omdat ze elkaar aankijkt, Lucia. Het gaat gewoon te ver. Al dit gedrag komt in 3 seconden naar boven. En het wordt blootgelegd voor jullie om naar te kijken. De enige waar jij power over hebt, is jij. Daar waar jouw acties zitten... Daar alleen heb jij de verantwoordelijkheid. Ja, maar op het moment dat mensen geen ruimte geven aan elkaar om elkaar te laten veranderen, vind ik dat ook heel moeilijk om zelf te gaan veranderen. Omdat juist vroeger kreeg ik niet de ruimte om te veranderen. Ja. En ik accepteer niet iemand die een ander ook niet accepteert. Want zo, als jij geen ruimte geeft aan een ander, dan vind ik ook niet dat jij die ruimte zelf verdiend hebt. Dus als jij je moeder niet accepteert, moet ik jou niet accepteren? Of moet ik jou Nou, maar dat is toch een hele andere situatie? Nee. Het gaat niet om je moeder. Ja, mij wel. Want je weet op het moment dat je mijn moeder zegt, dan raak je bij mij gelijk iets. Precies. En dan is het klaar. Omdat de verantwoordelijkheid wil ik bij jou leggen. Dat als jij verandert, verandert alles mee. En niemand wil veroordeeld worden. Ook jij niet. Maar ook zij niet. Iedereen wil geaccepteerd worden. En kun jij dan kiezen voor waar jij zou kunnen veranderen? En ook hun proces accepteren? Wat het ook is. Blijf zoeken, want je doet het fantastisch. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Er zijn duizenden jongens zoals jij... die ook keuzes willen maken die niet constructief zijn... en twijfelen en in de verleiding komen. En daar ben jij een rolmodel voor. Dus, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Ik zou heel graag verder willen gaan met... Ja, fantastisch. We zijn klaar. Bro? Ja? Thanks, Tony. Kanker ook. Pak me dan. Je bent pussy, kill. Je bent één fucking pussy. Pak eens. Kom er allemaal even bij. Jassen mogen uit, we gaan beginnen. We zijn heel veel tijd kwijtgeraakt aan de gesprekken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die gesprekken hebben gehad. Maar nu moeten we even realiseren dat we vrijdag een presentatie hebben... en dat het materiaal nog niet af is. Als het goed is, weten jullie wat er moet gebeuren... Dus ik wil voor jullie vragen om het 1 keertje te dansen en jullie blijven in die eindpositie staan. Dat is de mannen lopen weg, vrouwen komen erbij. Ja? Let's go. Jassen uit. Jas uit. Laat me zus ook nog wel hem zelf jellen, al je bek dicht. Oh, yo. Gangster. Je hebt net zo'n dikke fucking preek gehad. Ja, maar die preek is onzin. Jongens. Nee, je bent gewoon echt fucking irritant. Anouk ook jellen, iedereen. Maakt me niet uit wie je bent. Even focussen nou. Oké, let's go. No such thing is a life that's better than yours. Oh, deze toch? Maar hoe ging dat stukje? Is dat zo? Yo!
Ik loop 5 minuten weg. Ik ben even met Ariskaya in gesprek. Ik ga even Damien halen. Ik vraag aan jullie of we het even willen gaan herhalen. Ik kom terug. Jullie weten jack shit. Ik vind het jammer als het moet gebeuren. Ik vind het jammer als ik in die rol moet stappen. Maar soms is dat ook nodig. Come on, man. We hebben het net gehad over respect. Toon mij ook even wat respect, man. Hey, we weten het dan pas je nog wel, maar het is moeilijk om te weten wanneer het is op het nummer. Oké, cool. Ga ik dan nu uitleggen. Ja? Wat we krijgen waren 3 groepen. Gaan we het 1 keer droog doorlopen. Iedereen staat op zijn plek. 5, 6, 7, 8. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Na zijn uitbarsting krijgt Yuvat bijna de hele groep weer in beweging. Alleen Jelle heeft zichtbaar moeite om mee te komen. Jelle, jij ook. Ja, jij ook. Hij stond er hoor, hij stond er. Maar je zag gewoon aan hem dat hij nog bezig was met het voorval van daarvoor. En het was helemaal op zijn lijf geslagen. En dat is dan heel moeilijk om dat eruit te krijgen. 5, 6, 7, go. Hij is af. Hij is af. Ja, dus even applaus daarvoor. Behalve deze prestatie wil Yuvat de groep ook nog een boodschap meegeven die voor hemzelf heel belangrijk is geweest. Het verleden bestaat niet meer. Dus letterlijk, 5 minuten geleden is er niet meer. Ga je nooit meer terugkrijgen. 10 minuten geleden ook niet. En wat er gebeurd was toen je 7 was ook niet. Het enige wat je kan doen, is investeren in jezelf en kijken naar de toekomst. En sommige mensen die zijn geboren met -10. Daar kan jij niks aan doen. De groei die jij meemaakt, van -10 naar +50, is veel groter dan de groei die iemand die van +30 naar +50 gaat. Ik zie gewoon echt heel veel mooie mensen. Oh. En ik wil dat jullie dat... Ik wil echt dat jullie dat zelf ook gaan zien. Dat je op deze wereld mag zijn, dat je de wereld wat te bieden heeft, dat je wat kan geven. Elke dag sta op, wees een betere versie van jezelf. Ik vind Yuvat gewoon topgozer. Hij brengt gewoon een super fijne vibe in de groep.